Oh, dit is heel mooi. Kijk dan even. Oh, dit is gaaf gedaan, zeg. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Planet Coaster. Leuk en tof dat jullie kijken weer. We gaan weer genieten van projecten uit de Steam Workshop. En zoals je ziet op de achtergrond is dit wel een heel bekend gebouw. Kasteel eigenlijk natuurlijk. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Oftewel, we zeggen gewoon lekker op zijn Nederlands Zwijnstein. He, daar kennen we het gewoon van. Dit is het bekende Harry Potter kasteel, om het zomaar ook even te noemen. En ik weet zeker dat de meeste mensen dit ook wel gewoon herkennen. Herkennen uit de boeken of uit foto's of natuurlijk uit de bekende films. Ik ben er zelf mee opgegroeid met Harry Potter. Ik heb de allereerste film en de tweede film zelfs op videoband. Dus dat is De Geheime Kamer en De Steen der Wijzen. Daar begon het mee. Het waren eigenlijk twee kinderfilms. En als je Harry Potter verder gaat kijken, dan wordt het steeds enger, duister en gewoon... heel tof. En dat komt omdat de schrijver van de boeken, maar ook natuurlijk die meehielp met de films, meegaat met het publiek. Dus stel je voor, je bent 12 jaar. Ze begint met schrijven voor ja, kinderen vanaf 12 jaar bijvoorbeeld. Dan word je ouder. Maar die boeken, die worden ook ouder. Dus zij schrijft gewoon mee dat als jij bijvoorbeeld 18 jaar bent, dat die films ook eigenlijk bedoeld zijn voor 18-jarige fans. En dat is heel tof. Maar goed, we gaan beginnen. Geen Harry Potter dingetjes meer, want ik weet zeker dat ik er heel weinig over kan vertellen. Want Harry Potter is zo'n grote wereld en ik weet er nog maar zo'n klein beetje van. Dus laten we genieten van dit project, gemaakt door Onuret. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. Het is Hogwarts en het heet dus eigenlijk Hogwarts 2.0. Ik weet niet wat er allemaal aan veranderd is, want ik heb ooit wel eens een Harry Potter project gespeeld op Planet Coaster. Maar we gaan het vanzelf zien. Het is in ieder geval een kasteel wat volledig is ingericht, dus dat is wel heel erg tof. Nou, dit is de complete map. We zien hier dus het kasteel en ook allemaal weggetjes naar een klein kasteel. En op de achtergrond zien we hier zo het treintje. We zien hier ook nog Zwerkbal. En hier op het eilandje waar we begonnen, daar ligt eigenlijk Albus Perkamentus. Ik ga er niet veel over zeggen, want dat zijn natuurlijk wel een beetje spoilers. Laten we beginnen bij het begin en dat is bij de haven. Bizar dat we nu in jaar 125 zitten. Volgens mij is dit echt een bizar groot project met heel veel details. We gaan hier door de deur en we klimmen eigenlijk deze trap op. En ik vind het heel leuk dat ik ook dingen herken gewoon van Lego Harry Potter. Ik heb eigenlijk, ik denk een maandje geleden de spellen uitgespeeld. Jaar 1 tot 4 en had je ook nog een spel jaar 5 tot 7. En jaar 7 die is eigenlijk ook, ja, 7 en 8. Dus eigenlijk zijn twee films. We komen hier aan op het plein, een prachtig uitzicht over de kastelen. Die zien er echt heel erg mooi gedetailleerd uit. En daar zien we dan de beroemde klok. We gaan hier naar binnen en dan komen we gelijk al bij de bekende grote eetzaal met allemaal zwevende kaarsjes. Dit ziet er ook echt heel erg magisch uit met die particle effecten. En daar hebben we natuurlijk de House of Cup. Hoe heet het? Ik ben al die namen kwijt, joh. Jeetje, ik kom erop. Ik ga het niet opzoeken, ik kom er zelf wel op. Je hebt punten nodig en dan... hoe heette dat nou ook alweer? De beker? De jaarlijkse... De beker. Je kan de beker winnen. Ik weet zeker dat de Harry Potter fans nu mij gaan corrigeren onder in de comments. Ik weet het zeker. En als ik het lees, dan heb ik zoiets van... oh, hoe kan ik dit nou vergeten? Maar in ieder geval, je krijgt dan een beker als je dan genoeg punten verzamelt. Huishoudpunten. Ach, ik weet het echt niet. Nou, hier zit natuurlijk Perkamentus. En ik weet niet of achter die deur wat te vinden is. Oh! Ik zou niet door die deur stappen. We treden op eigen risico. Absoluut. Heel mooi dat je hier wel weer een prachtig dat glas in lood hebt. Heel mooi gedaan. Gemaakt van kristallen, geloof ik. We gaan door. En ik ben ook benieuwd of we pluisje tegenkomen. Oh, dat is ook heel mooi gedaan. Je hebt natuurlijk die Harry Potter objecten. Althans, je hebt verschillende standbeelden die zijn gemaakt van 3D models. Oh, dit is heel mooi. Kijk dan even. Oh, dit is gaaf gedaan, zeg. Ja, die trappen die verplaatsen eigenlijk. Het blijft natuurlijk wel Planet Coaster, dus ja, die trappen gaan niet echt heen en weer. Maar in Harry Potter zijn ze een soort van betoverd en gaan ze wel van links naar rechts, noem maar op. En hier zien we ook verschillende kamers. Leuk ook, af en toe wat inrichting met kratjes. En ik weet niet waar ik nu ben. Ik ben ook weer in een zaal. Oh, kijk, hier wordt allemaal les gegeven natuurlijk. Hartstikke mooi met van die ballen. Hier zit zo'n professor met die grote... met die bril, met die grote ogen, met die brilglaas, dikke brilglaas. Die geeft, weet ik veel, met die bol, een heks of zo. Goh, ik weet het. Jongens, echt, ik heb Harry Potter. Ik ben sowieso slecht met al die namen. Dat zeg ik je eerlijk. Ik zei al aan het begin van de video, ik ben fan, maar niet... Ik ben zo'n fan, niet zo fan, zeg maar. Dus ja, goed, ik weet niet al die namen, maar ik herken wel de locaties uit de films. En dit is ook weer heel mooi, hè, dat je een uitzicht hebt vanuit het raam. Fantastisch, joh. Oh, serieus? Die deur ging gewoon dicht toen ik aankwam gelopen. Dat was heel creepy. Maar blijkbaar is die deur automatisch met open en dicht. Grappig, oké. Dat was heel creepy. Ik kwam aangelopen en die deur ging dicht. Gaan we hier naar boven, want we kunnen echt alle kanten op. Het is echt waanzinnig groot gedaan allemaal. En hier gaan we weer een trap omhoog. Jeetje jongens, waar komen we helemaal? En of dit nou zelf helemaal gefantaseerd is of echt gebaseerd op de films. Mij lijkt het laatste. Oh serieus? Dat is heel toevallig. We komen hier bij... Oh, ja. Als je ziek bent, dan kom je hier terecht. En we zien ook de klok. Ik ben even aan het kijken, hoe kom ik bij die andere kasteeltjes? Nou, althans kasteeltjes, kastelen eerder gezegd. Ik probeer hier even een route te vinden. Ja, kijk eens even. We nemen gewoon deze prachtige brug. En dan gaan we hier naar de volgende kamers. Wauw, dit is heel leuk gedaan. Ik ben benieuwd als hier ook gewoon mensen lopen die dan verkleed zijn in Harry Potter kostuum. Dus gewoon dat ze eigenlijk zo'n gewaad aan hebben natuurlijk en een toverstafje. Hopelijk komt er ooit nog een mod, dat die mensen gewoon veranderd kunnen worden, zeg maar, die je park bezoeken. Wow, heel veel boeken. Dit is de bibliotheek natuurlijk. En ik weet niet of Phil er is met zijn kat, maar die hoort mij dan eruit te kicken. Althans, ik weet niet of hij hier loopt. Hij loopt meestal op de verboden kamer. Oh, het is veel te vroeg voor dit soort namen. Ik had beter een Harry Potter expert naast me kunnen hebben. Dat ik gewoon lekker, zeg maar, door dit kasteel heen gaat lopen. En dat diegene alles vertelt met de hele achtergrond. En daar hebben we waarschijnlijk een video van 40 minuten. Het is gewoon de bedoeling dat we gewoon door dit kasteel gaan. Zonder verdere uitleg over achtergronden van Harry Potter. Zo, ik heb gesproken. Ik vind het goed. We hebben hier een geheime deur. En oh... Kijk dan, een geheime kamer hier zo. Het is niet de geheime kamer, maar wel heel grappig dat we echt helemaal hier dit pad kunnen volgen. Hier is echt veel aandacht aan geschonken, jongens. Echt ongelooflijk. Heerlijk om te zien. En hierboven hebben we dan... Oh, wacht eens even. Herken ik dit als de Griffoendoorkamer? Dat zou ook nog kunnen. Oh, natuurlijk, dat is het schilderij waar we een wachtwoord moeten vertellen, zodat we naar binnen kunnen komen. Aha, kijk, kijk, kijk. Nu wordt alles daar... Oh, natuurlijk. Ja, ik zie het nu pas. Ja, 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 met de open haard. Klopt. En hier hebben wij de wc met jammerende Jenny. Dat weet ik dan weer wel. En ik weet niet of we hier onderdoor kunnen, maar hier zit dan een groot gat. En gaan we serieus... Oh, nee. Oh, dit is geweldig. Dit herken ik. Dit is zo mooi gedaan. Met slangen natuurlijk. Dit is naar de geheime kamer. Oh, wauw. Dit is heel vet gedaan. Kijk eens even. Daar komt die grote slang door. En hier ligt zijn karkas van die slang. Dit is heel erg mooi. Complimenten. Echt grote complimenten. Dit is echt fantastisch. Dit zijn dingen die ik dan wel weer herken. Dit komt uit de geheime kamer. Harry Potter 2. Heel mooi gedaan. Wauw. Ik had niet verwacht dat dit gewoon echt gewoon werkte. Dat die daaronder... En ook daar hebben ze verwisselingsdrank gedronken. Ja, ja, ja. Ik herken het. En wie zit daar dan? Niemand. Gewoon een wc'tje. Kunnen we nog verder naar boven? Ik wil even weten wat daar is. Even kijken, er is wel een deur. En daar is een opening. Laten we daar nog even doorheen gaan. En hier loopt de dood. We gaan even op dit punt verder. We komen hier weer in het kasteel. We gaan door deze lange gang met allemaal fotootjes. En waarschijnlijk horen hier allemaal foto's ingeladen te zijn. Maar ik heb helemaal geen Dropbox link gezien dat ik die kan inladen. We hebben hier ook nog een kamer waar les wordt gegeven. Met zwevende boekjes. En we gaan naar de andere kant op. Wat hebben we daar dan? Even kijken. Ik denk dat daar ook gewoon een kamer is waar je kan leren. Ja, ja, ja. Hier worden allemaal mooie lessen gegeven natuurlijk. En dan gaan we door naar de kassen. Ja, hier wordt ook les gegeven natuurlijk. Heel leuk gedaan dit. Heel mooi. Heel vrolijk ook al die plantjes. Dan gaan we hier door. En dan komen we hier buiten. En dan gaan we toch maar even naar Zwerkbal. Want hoe komen we daar naar binnen toe? Er zal heus wel ergens een deur zijn. Even een rondje omzweven. Ik zie dus helemaal geen ingang. Hoe kan dat nou? Nou, dan vliegen we gewoon eroverheen. En dan zien we gewoon Zwerkbal. Hartstikke mooi. Dit zijn tribunes. Daar kunnen mensen dan lekker zitten. Ik weet niet hoe ze hierboven kunnen komen. Waarschijnlijk via een trap. Of misschien vliegen ze er zelf naartoe. Trouwens, als we dit pad even uitvolgen, zien we ook nog koetsen. Alleen, er hoort waarschijnlijk wat voor te staan. Maar ik weet niet of hij dat niet heeft ingeladen. Of gewoon niet heeft gebouwd. En hier hebben we dan de beroemde trein. We gaan even naar dit kleine kasteeltje. Want ik wil weten wat daar is. En ik weet niet of daar al die uiltjes zitten. Dat weet ik dus niet. Ik weet ook niet of het is ingericht. Nee, helaas. Het is gewoon een kasteeltje. Hier hebben we nog een heel leuk fonteintje. We zijn weer op een ander plein aangekomen. Leuke drakenkopjes aan de zijkant. En hier kunnen we nog over de bekende brug. En die bekende brug, ja, die heb ik vaak overheen gelopen bij de games van Harry Potter Lego. En hier hebben we inderdaad, ik mis Hagrid zijn huisje. Ik weet niet of het ergens is neergezet. Oh. Ja, natuurlijk. Dit is mooi. En Hagrid is waarschijnlijk niet thuis. Dit is wel zo'n schattig hutje. Het is gewoon allemaal geplaatst. Heel mooi. En ik wil nog even verder zoeken, want... Oh, dit is ook gaaf. Ook weer een referentie, natuurlijk. Ik wil eigenlijk niet veel verklappen, maar de mensen weten precies waar het over gaat. Ik probeer nog even te kijken of we nog meer kunnen vinden. Ik zie daar nog even een soort van landschap. Ik zie de spinnen. Oeh, dit is ook heel mooi. We hebben hier een gat en ik weet niet of dat... Oh, oké, dat gaat helemaal naar achter. Maar daar hoef ik helemaal niet in. Zo, en waar zien we dan die hele grote spin? Zal die hier ook nog zitten? Hoe heet die ook weer? Aragog of zo? Ik denk dat dat er moet zijn. Ik denk dat dat de grote spin moet zijn. Dit was het ontzettend gedetailleerde en grote project van Harry Potter. Blijkbaar gaat het wel om een grote fan. Want als je dit allemaal zo kan nabouwen is dat natuurlijk echt geweldig. En heb je gewoon heel veel research gedaan. Waarschijnlijk de films heel vaak gekeken en noem maar op. Het kost gewoon ontzettend veel tijd en daarom is het heel leuk om dit gewoon te bezoeken. En er hoeft helemaal geen attractie te staan om het leuk te vinden of om te genieten van zo'n project. Absoluut niet. Laat wel een duimpje achter en volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van natuurlijk Planet Coaster. En ik zie nog wat hier in de hoek staan. Ik weet niet wat het is. Ik ga er even naartoe. Ik zag het in één keer uit mijn ooghoek. Oh, hier hebben we nog 3 van die steentjes en hier ook nog wat een soort ruïneachtige setting. Oké, ja, ik was even nieuwsgierig. Ik denk, ik ga toch nog even kijken, want ik weet zeker dat ik nog niet alles heb laten zien aan jullie. Doei doeg!